Gelukkige verjaardag. Hey. Hey. En? Het feest. Naar verwachting. Het slaat. Een beetje tegen, ja. Hoe is het nu tussen jullie? Ah, kijk eens aan. De rokers. Oei. Die toon. Moet dat echt zo... joviaal? Ja. Oh, sorry, ik dacht een feest is een feest, daar hoort een joviale aanspreking bij. Maar als jullie willen dat ik ermee stop. Stop er maar mee. Oké. Bij deze. Oef, het is gestopt. Blij dat het voorbij is. Zullen we dat maar? Graag. Vuur. Wacht, ergens hier. Ja, hier. Gevonden. Dank. Jij? Ik? Rookt je? Nee, maar ik ben wel graag bij rokers in de buurt. Sigaret? Graag. Vuur? Zeker. Dank. Kunnen wij jou kennen van ergens of zo? Mij? Ja. Vrienden van vrienden, ons kent ons, de wereld is klein, zoiets. Al vaker hier geweest? Nee, nieuw voor mij, maar fijne plek wel. Zeker. Maar geen balkon. Stel nu... dat er een balkon zou zijn. Of ze ons daar dan zouden laten roken. Don't think so. Ooit was buiten roken een praktische aangelegenheid. Gewoon de stank buiten houden, maar... sinds een aantal jaar is rokers afzonderen echt een ideologische kwestie geworden. Hoezo? Hoezo? Ik bedoel... hoe het zover is kunnen komen. Ja. Hoe wij zo geworden zijn. Ja. Je bedoelt oud. Ja. Oudachtig. Omdat op oud niet per se een leeftijd staat. Zoiets, ja. Mag ik u vuur nog eens? Is uw sigaret uitgegaan? Ja, een ongelukje. Zou het kunnen dat jij mijn vuur nog hebt? Ik heet Andy trouwens. Naar Andy Warhol, ik ben naar hem genoemd. Anthony, aangenaam. En jij heet Mark, zie ik. Naar Dutroux? Nee. Zoals? Zoals en ondanks. Moet vervelend zijn om zo te heten. Wees maar zeker.
Zo. Dat was het dan weer. Wat? Het hoogtepunt. Je bedoelt? Deze conversatie, deze sigaret. Waren het hoogtepunt van het feest? Ja, en ik heb mij voorgenomen om altijd te vertrekken op het hoogtepunt. Ja? En volgens mij is dat nu. Zet je zeker? Heel zeker. Wil je niet meer terug naar de andere? Nee. Ik wel, als mijn sigaret op is. Maar waarom? Luister, Mark, zou jij iets voor mij willen doen als je terug zit op het feest? Wat? Tegen mijn vriendin zeggen dat ik weg ben. Wat bedoelt je? Oké, hoe ziet ze eruit? Je kunt niet zomaar vertrekken. Waarom niet? Uw jas ligt nog op het bed, toch? Luister, Mark, zou jij nog iets voor mij willen doen? Uw jas halen? Ja. Op bed. Kunt je dat niet zelf doen? Nee. Wat? Luister, Mark, toen ik het feest verliet, bevond mijn vriendin zich rechts onderaan. Donkerblond, mooie ogen, feesttoetje. Ze was mij al opgevallen. Dank u. Je meent het. Wat zeg ik haar? Stuur ik haar naar u toe? Nee. Zeg haar dat ze blijft. Gaat je weg bij haar? Blijkbaar. Voorgoed. Wacht, ik weet niet of ik... Maar jij hebt er niks mee te maken. Doe gewoon wat ik u opdraag. Waarom? Jij... Stop met vragen. Jij hebt er ook niks mee te maken. Maar jullie wonen samen. Het is op en op is op. Op is op is op. Waar gaat je naartoe? Het is... Over zijn hoogtepunt? Ja. Zoals het feest. Dus toch voorgoed. Zeg nooit voorgoed. Never say never again. Ja, zo is het. Wat zegt dat niet? Wat? Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Stop alle twee. Jij haalt mijn jas. En jij rookt en zwijgt.